En zoals we hier zitten en je bent kind van God, heb je allemaal die vergeving en de genade ontvangen. En je zou er gewoon thuis, als je dit gedeelte weer leest, zou je dus over moeten nadenken. Over wat vind je van die vier vrienden? Wat vind je van die verlamden? Wat vind je van die fariseeërs en schriftgeleerden? Herken je ook bepaalde dingen in jezelf? Wat vind je van de houding van de Heer Jezus? Hoe de Heer Jezus met die hele situatie omging?